Yo Nintendo fans en yo Rekkertje Army, kom ook bij de Rekkertje Army, druk op die abonneerknop hier beneden, is gewoon gratis, doe maar, we zijn bijna bij de 25.000 abonnees. En weet je, er wordt heel vaak aan mij gevraagd, Rick, laat je collectie zien. En dan denk ik, ja, ik kan al die doosjes pakken en mijn collectie laten zien. Maar is het niet veel toffer als ik gewoon alle games uit mijn collectie ga spelen op dit YouTube kanaal? Dat is wat ik ga doen in Rikka Collectie. Ik denk serieus dat ik een van de grootste Nintendo Switch game collecties heb van Nederland. En ik ga gewoon al die games eventjes met jullie spelen. In iedere aflevering een nieuwe game. En voor deze serie beginnen we met Human Fall Flat. Oftewel letterlijk vertaald, mannetjes vallen plat. Nou, dit klinkt lachen. Let's go. Oh, kijk, daar vallen we al. Ik vind het nou al lachen. Je kan het lokaal online wireless spelen. Nou, we gaan het gewoon lekker lokaal spelen. En we gaan een nieuw gamepje starten. Oké, dit lijkt me vrij pijnlijk, jongens. We zijn wel een vrij inhoudsloos wezen. Een soort van wit klei-achtig mannetje. En we kunnen dit pakken. Ja hoor. Oh, tutorial dingen. Oké, kunnen we ook springen of zo? Ja, we kunnen ook springen. Nice. Hoppa, bouncen. Wat een magische muziek. Oh, staat daar gewoon een ventje in een fontein te pissen? Smeerpijp. Kijk nou. Oké, kunnen we op dit knopje drukken? Ik krijg hier gelijk Belgische gevoelens bij, want het doet me denken aan manneke pis, allee. Laten we op dit knopje drukken. Ja, mannetjes drukken op elke knop die zij zien. Let's go, oké. Auw! Op mijn bakkes. Oh, daar is weer een tutorial ding. Oké, we kunnen onze handen sturen. Ja, hoe pakken we dat dan? Oh, we moeten omhoog kijken. Oké, als we omhoog kijken, dan kunnen we boven ons pakken. Kijk, zie je? Hoppakee. Hands up in the air. Put your hands up in the air. Oh, nu moeten we twee knopjes drukken, denk ik. Linkerhand, onderste knopje. Bovenste hand. Ja, oké, dat is. Heel goed. Hoe noem ik jou trouwens, meneer? Mag ik u voorstellen aan meneer Billy Bob de Beelbouwer? Hallo, Billy Bob de Beelbouwer. Welkom. Kunnen we hierin baden? Kan ik hierin... trek je op dan. Hoppakeetje. Ja hoor, lekker. Grab hem! Wat is dit voor een game? Oh, ik ben dood. Wasted. Oh, ik leef weer. Oké. Ik ben weer dood. Oh, trouwens, wil je met dit soort spelletjes live zien spelen? Volg me dan ook even op twitch.tv/Rikkertje. Is super gezellig daar. Ik speel daar wel vaker van dit soort onzinnige games. Ja, ik ben blij dat ik met deze game ben begonnen voor Rikka Collectie, jongens. Ik doe alvast ook even dat blauwe duimpje omhoog als je Rikka Collectie tof vindt. Als je dit nou een leuk ideetje vindt. Laat het me even weten. Want mij lijkt het namelijk een geniaal idee om gewoon al mijn gamepjes lekker te gaan spelen voor jullie. Ja hoor. Mag ik weer vliegen? I believe I can fly. Hij leeft nog wel. Hij overleeft het allemaal wel. Dat is best wel nice. Oké, we zijn bij Thomas' stoomlocomotiefje. Choo, 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 choo. Ga omhoog, ga omhoog. Ja, lekker vriend. Oké, ik heb hem al door hoor. Ben ik hier? Ja, lekker. Ja, nee. Oh, pak het vast. Ja, goed zo. En klim. Nee! Oké, wacht. Ik zie hier ook een container. Kan ik deze container grijpen? Ja, kijk. Dan kan ik gewoon door een deurtje hier zo. Hoppa. Kan ik nu deze wegtrekken? Goed gedaan, vriend. Billy Bob de Beelbouwer. En nog een keer. Ja hoor. Nee, niet klimmen. Nee, niet klimmen. Je moet deze even weghalen. Ja, je mag ook twee handen gebruiken hoor, vriend. Ja hoor, mag zeker wel. Nee, niet klimmen. Trek harder! Lekker bezig, Billy. Ja. Hebben we weer een deurtje geopend? Moet ik al gaan klimmen nu? Kan ik hier overheen klimmen? In plaats van door het deurtje? Ja, je kan dit. Je kan dit. Ah, vriend, ik zeg toch dat je het kan. Dan kan jij het. Goed zo. Hij kan het niet. Als ik nou één hand los... Ja hoor, ja. Kijk, als ik één hand loshaal... Hoppa. Wat een pro-klimmer. Als ik nou met één hand de muur pak en met één hand dit ding... Dat werd ik niet. Waarom kan ik deze niet gewoon naar me toe trekken? Oh, hint. Ja, dankjewel. You can push objects with your feet. Walk up on the platform while holding a wall. Dat deed ik net. Dat probeerde ik net, maar dat lukte niet. Wacht, moet ik deze... Moet ik per se dit pakken dan? Oké, loop op het platform terwijl je de muur vasthoudt. Oh ja, kijk. Oké, het lukt. Ik moet met één hand de muur vasthouden. Ja. Ja, lekker. Lekker kontje ook trouwens. Ja hoor, we zijn er. Hè? Knoppie drukken. Ja hoor. Nog een knoppie drukken. Ja hoor. Ik kan er een liedje van maken. Knoppie drukken. Ja hoor. Nog een knopje drukken. Ja hoor. Ja.
Supermooi liedje. Vanaf volgende week te vinden op Spotify. Let's go, we gaan het nog een keer doen. Oh, niet vallen, vriend. Nice, hier naartoe. Ja hoor, ja hoor, ja hoor. Go, 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 go. Hier naartoe. Oké, dit gaat goed, jongens. Maar mijn mannetje valt niet vaak plat. Mijn mannetje is pro. Dit is Billy Bob de Beeldbouwer. En daar gaan we weer, jongens. I wanna see the rainbow high in the sky. I wanna see you and me on a bird flying away. En nu, oké, duidelijk. Deze kistje moet op deze knopje. En laat maar los. Heel goed. Ah, dit gaat eigenlijk best wel nice, jongens. Oh, hier nog een keer. Oké, we moeten deze pakken. Lekker derpy muziekje ook. Heerlijk. Ik hou van derpy muziekjes. Ja, laat maar los. Heel goed, vriendje. Hoppa. En door. Oké, en nu? Niet eraf vallen, Mattie. Oh, is dit een lift? Ik denk dat wij eerst deze knopje moeten drukken. Dan moeten wij deze op lift zetten. Dan moeten wij weer knopje drukken. Oh, één keer knopje drukken. Niet twee keer knopje drukken. Eén keer knopje drukken. Dan moeten wij hier naartoe. Ja hoor. Ja. Hoppakee. Lekker, Billy Bob. En nu? Nu moeten we weer een dingetje vinden. Die is daar. Oh, het is wel makkelijk hoor. Nu moeten we alle puzzeltjes dus combineren. Moeten we eerst even knopje drukken. Even dit dingetje met pakken zo. Ja, goed zo. Even wachten tot de lift beneden is, hè, Billy Bob. En dan til je dit ding erop. Ik ben niet alleen een bilbouwer. Ik ben ook nog een postbezorger. Death Stranding is er niks bij, jongens. Oké, en nu? Ik moet wel eventjes op die container zien te komen, natuurlijk. Kan ik nu die container grijpen? Oké, dit gaat niet goed, jongens. Liffy, kom eens even terug. Moet wel even op de container zien te komen. Kan ik hier dan opklimmen of zo? Nee, hè? Kan ik hier opklimmen? Kan ik me dan daar opgooien? Ja. Oké, nice. Dan wil ik nu datzelfde gaan doen. En dan... En dan zwaaien. Ja, lekker kontje, vriend. Ja, lekker. En duw jezelf omhoog. Kijk, doen we gewoon even. En loop. Niet dit. Pas op voor het randje. Ja. Oké. Ja, komt u maar. PostNL bezorgservice. Komt u een pakketje ophalen. Dank u voor uw medewerking. Ja hoor. Pas op het pakketje, jongen. Zijn er bijna. Ja, pat. Ja hoor. Ja, zeker wel. Moet je hem alleen nog even over de drempel tillen, vriend. Atsa. Ik viel er bijna vanaf, jongen. Ging nog bijna fout ook. Oké, neem even je pakketje mee, Bob. Ja, heel goed. Ja, en slam. Oh, dit is spannend, jongens. Als ik dit niet goed doe, hè, dan kom ik niet meer terug. Ja, goed zo. Zwaai. En los. En juist. Nice. Oké. Woehoe. We hebben hem net gehaald. En door. Ja. Hoppakee. Oké, we mogen weer vliegen. Wat is het volgende liedje over vliegen? Oké, voor alle ouders thuis. Ouders die meekijken. Vlieg met me mee naar de regenboog rainbow. Ik hou alleen van jou. Vlieg met me mee naar de regenboog rainbow. Ik denk alleen aan jou. En we zijn alweer op onze bakkers gevallen. En we zijn nu in een andere wereld. Alright, wat gaan we hier dan allemaal doen? Oké, ik moet duidelijk daar naar de overkant. Hoe kom ik daar? Hoe kom ik op die volgende steen? Ik kan springen. Rick, je bent al 20 minuten aan het spelen. Je kan gewoon springen in deze game, hè? Oh ja, ik kan gewoon springen. spring. Dat hebben we alvast gehaald. En nu? Moeten we meer gaan springen? Ja, we moeten knijten. Je wil gaan springen. Oh, hij bounced ook echt, jongen. Hoppakee. Ja hoor. Billy Bob de bouncebouwer. Ja hoor. Let's go. Ja, je gaat goed. Je gaat top. Oké, en... Go. Ja, klimmen. Ja, oké. Waarschijnlijk is het een hintje dat je dus kan springen en klimmen tegelijk. Wat zijn we toch een lekker avonturiertje, jongens. Heerlijk hoor, hé. Hoppakeetje. Eens even kijken wat hier allemaal is, jonkies. Is hier iets? Nee. Alleen een diepe afgrond wacht hier op ons. En go. En go. We moeten dus omhoog kijken. We moeten zo en dan... Oh, we moeten wel springen. Dit is een hele rare knoppencombinatie met een joystick. Ja, nu. Kan ik nu hierop? Ja hoor. Ja. Oh ja, los, ja. Flatsie. Kom maar, ja. En nog een keer. Hatsa. Oké, we hebben het onder de knie. Ik weet alleen niet waar de knie zit van dit mannetje, maar we hebben het onder de knie. Hij heeft geen eens een knie. Als ik hier daar naartoe spring, haal ik dat? En jump en... Nee, dat haal ik nooit van zijn leven niet. Oh, maar ik kan wel duwen. Kijk, ik duw het weg. Nice. Kan ik er nu doorheen? Yeah. Laat me er door. Hij staat niet meer op. Hij is dood. Kom op. Gaat het door? Ja, lekker. We zitten klem. Kom op, Billy Bob. Gaat het door? Je kan het. Ik denk dat het misschien niet de bedoeling was dat ik daar naartoe ging. En jump. Ja hoor. Niet vallen. Als we nu vallen, moeten we zoveel overnieuw doen. Dat ga ik mooi niet doen, hè. Billy Bob, alsjeblieft. Zeg me dat je dit haalt. Oh nee, hij kan het niet. Oh my...
Oké. Dit is het einde van Billy Bob. Hij kon het niet. Hij kon het niet. Dit is wel een lachen. Dit is wel een leuk gamepie op zich. Het slaat helemaal nergens op, maar vaak zijn de games die helemaal nergens op slaan gewoon het leukst. Laat me even weten wat jullie van deze nieuwe serie vinden. De Rikka Collectie serie. Laat me ook even weten welke game jullie een keertje willen zien. Welke game denk jij dat ik in mijn collectie heb en wil je sowieso even een keertje zien in een videootje? Laat het weten. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Help me naar die 25.000 abonnees als er nog niet zijn. Ik denk dat we er nog niet zijn. En volg me op twitch.tv/rickatu als je mij live dit soort vage gamepjes wil zien spelen. En dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!